Mijn naam is Erik Kevin. Ik mag vanochtend natuurlijk bezoeken hier een beetje in de goede waterlijn. En ik verkocht verpakkingsmachines. Ik ben hier van, waar we daar rond, dus heel veel logistieke bedrijven, die grote industriële bedrijven. En ik heb daar eigenlijk in die tijd nog best heel veel schuivende situaties gezien van werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Werknemers die regelden de huisvesting zelf. Dat zagen we hier in deze gemeente. En we zagen daar heel goede voorbeelden van. Ontwikkelingen zitten met name in het ontwikkelen van groenwaardig uitgangsmateriaal van aardbeien en aspergeplanten. En dat doen wij op dit moment op ongeveer 200 hectare vol in de grond. Het huis zou je eigenlijk kunnen zien als twee verschillende huizen die tegen elkaar aangeplakt zijn. Want dit is eigenlijk een kopie van elkaar. En hier heeft ook iedereen een kist voor de voorzet. Hier hebben we de wasmachineruimte, ook heel belangrijk. Veelvuldig gebruik van gemaakt. Daar hebben we 4 wasmachines en 4 drogers. Wil je matten dan?